Ja, hoe kan ik van mijn luisteraars bestaande klanten maken? Is dat je de brug maakt van jouw podcast naar klant door een weggever te maken. En op die manier kun jij ze natuurlijk ook als potentiële klant benaderen. Ja, maar interview is echt helemaal niks voor mij. Ik zeg altijd, ga het gewoon proberen. Vandaag in deze Podcast Secrets podcast beantwoord ik de vraag van luisteraar Stan Smits. Stan vertelt in zijn podcast Fotografie door mijn ogen hoe hij fotografie ziet door zijn ogen. De titel van de podcast zegt het al. Hij neemt je mee in zijn belevenissen van fotograferen en hoe het is om midden in het groeiproces te zitten. Van een gepassioneerde fotograaf naar een professionele fotograaf als ondernemer. Nou, super tof om jou hier te hebben. Stan, welkom. En waarmee kan ik je helpen? Ja, dankjewel. De vraag die ik jou wilde stellen is van, hoe kan ik van mijn luisteraars bestaande klanten maken? Ja, precies. Want jij hebt nu een podcast. Jouw doel is uiteindelijk ook dat ze klant worden. Klopt dat? Ja, uiteindelijk wel. Ja. En wat doe jij nu al om die brug te maken van luisteraar naar klant? Wat ik nu doe is, ik maak allerlei afleveringen over fotografie. Mm-hmm. En als fotograaf ondernemer ben ik daarmee bezig om als ik dan onderwerpen maak voor mijn podcast, om dan te zoeken van oké, wat voor onderwerpen sluiten dan aan bij een potentiële klant. Ja. Maar omdat ik natuurlijk de insteek heb dat ik echt zeg maar vanuit mijn visie, vanuit mijn belevingswereld vertel over hoe ik fotografie zie en beleef, mm-hmm, is het soms moeilijk om dan zeg maar de zwaai te maken van hoe kan een potentiële klant zich daarbij aangesproken voelen. Mm-hmm. Dus van hoe maak ik van iemand die zeg maar een sympathisant is, hè, die zeg maar als luisteraar naar mij luistert, hoe maak ik daar een concrete klant van? Ja. En dat is nog wel voor mij op dit moment nog echt zoekende. Ja, nou, ja. Wat ik aan je antwoord hoor is dat je op dit moment vooral de brug maakt tussen luisteraar en klant door de onderwerpen die je in de podcast behandelt of bespreekt, dat je die laat aansluiten bij je potentiële klant. Ja. Mijn vraag is, heb jij ook bijvoorbeeld dat je aan het einde zegt van ga naar www.stansmits, in ieder geval naar je fotografie website om een sessie of een shoot in te boeken? Of hoe heb je die brug op dit moment gemaakt? Ja, op dit moment verwijs ik wel bijvoorbeeld in mijn outro's altijd naar mijn website, mijn Instagram, mijn social media kanalen, mijn e-mail. Dus dat mensen mij daar wel kunnen bereiken. En de ene keer is dat gewoon als vraag van, joh, vind je dit een mooie aflevering? Of heb je een onderwerp wat je aanspreekt? Reageer daar dan op. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook 1 of 2 afleveringen opgenomen waarbij ik de luisteraar meenam naar bijvoorbeeld een bruidsreportage. Dan ging ik op weg om als trouwfotograaf een fotoshoot te doen. En dan nam ik mensen live mee. Of dan reed ik op de terugweg naar huis toe. En dan verhaalde ik over van, joh, dit is mijn belevenis. En voor jou ook als je gaat trouwen ooit, dan kun je dit van mij verwachten. Dus ik laat mensen zeg maar een kijkje achter de schermen horen in dit geval. Waarbij mensen gewoon echt zien of horen eigenlijk van hoe dan een fotoshoot is om dat bij mij te doen van zo'n hele bruiloftsdag. Dus even een voorbeeld. Ja, leuk. Heel waardevol. Leuk. En dan kan ik dat soms ook met potentiële mensen die gaan trouwen aan hun geven van, joh, luister mijn podcast. Mm. Misschien is het wel een leuk idee. Even los van de foto's die je van mij ziet, dan hoor je mijn stem. Dan hoor je hoe ik te werk ga, hoe ik met mensen omga. En misschien past dat wel helemaal bij jou. En zo doe ik dat bijvoorbeeld ook met gezinsfotoshooten of een fotoshoot in de studio. Hè. Dan vertel ik erover en dan probeer ik mensen daar een beetje warm voor te maken. Mm-hmm. Dan neem ik ze mee alsof ze eigenlijk een fotoshoot met mij beleven. Maar dan moeten ze dat dan nog gaan doen. Hè. Dus dat is eigenlijk hoe ik dat nu doe. Leuk, heel erg leuk. Wat ik vooral hoor is dat het behind the scenes eigenlijk zijn die je deelt. Hè, dat je jouw verhalen deelt. En dat is heel waardevol. Wat je er nog aan zou kunnen toevoegen is bijvoorbeeld dat je zegt, dit zijn 5 tips als je een bruidsreportage wil laten maken. Of 5 tips als je een shoot met kinderen gaat doen. Of 5 tips als je een shoot op locatie wil laten doen. Dan is het wat meer nog informatiever, maar ook misschien inspirerender van, maar ik wil ook binnenkort, ik ga binnenkort trouwen. Ik wil een bruidsfotograaf inhuren. En hieraan moet ik denken. En dan
is het wat indirecter, zal ik maar zeggen. Maar het zorgt wel bijvoorbeeld voor dat je wat sneller ook gevonden wordt. Nou, dat zou kunnen, dat je dat soort afleveringen gaat maken. Nou, volgens mij heb je al heel veel onderwerpen waarover je dan zou kunnen podcasten. Ja. Wat ook nog zou kunnen, is dat je de brug maakt van jouw podcast naar klant door een weggever te maken. Heb jij dat al? Heb jij een e-maillijst of hoe zit dat? Nee, ik heb niet echt een weggever. Wat ik wel eens via Instagram wel eens doe, is bijvoorbeeld een fotoshoot weggeven. Dat heb ik wel eens gedaan, maar niet echt via mijn podcast. Ja, ik informeer dan wel via mijn podcast. Van goh, ik wil, weet ik veel, laat met kerst of met oud en nieuw, had ik een kerstfotoshoot. Met de kerstgedachte had ik zoiets van, joh, laat ik een fotoshoot gratis weggeven. Leuk. En dat vermeld ik dan wel op mijn Instagram en ook wel in mijn podcast afleveringen. Van goh, dit ga ik doen. Dus dat doe ik wel. Ja. Leuk. Oké, een weggever is, wat ik daarmee bedoel, is dat je bijvoorbeeld zegt van vijf nadelen waar je rekening mee moet, of vijf dingen waar je rekening mee moet houden als je een bruidsshoot gaat laten doen. Dus dan heb je een aflevering over een bruidsfotoshoot, bijvoorbeeld een behind the scenes. En aan het eind zeg je dan van, ga je binnenkort ook trouwen? En wil je weten waar je rekening mee moet houden als je gaat trouwen? Ik heb een e-book gemaakt of een checklist, zou je ook kunnen maken, waarin ik de vijf dingen met je deel waar je rekening mee moet houden. Op die manier krijg je een e-mailadres. Hè, want ze gaan dan naar bijvoorbeeld www.stansmits.nl/bruiden. Ik weet het niet. Whatever. Zoiets. Gratis. Ja. Zoiets. Ja. En daar vullen ze hun naam en e-mailadres in. Ze krijgen dan de weggever van jou. En vervolgens zou je ze dus kunnen benaderen, nou ja, met wat jij normaal gesproken ook in je podcast deelt. Wat je zegt als je een keer wat weggeeft. Of als je nieuwe podcastafleveringen hebt. Je gaat ze als het ware inspireren met allerlei leuke dingen die voor hun relevant zijn. En dat is een best wel laagdrempelige drempel. Om bruggetje. Om ook meer met jou in contact te komen. En op die manier kun jij ze natuurlijk ook, ja, als potentiële klant benaderen van oké, ik heb deze maand nog één plekje in de agenda vrij voor een gezinsshoot. Wil je dit? Mail me dan even terug met ja, ik noem maar wat. Mm-hmm. Ik zou altijd aanraden om een e-maillijst te gaan aanleggen, omdat dat ervoor zorgt dat jij interessante mensen die al interesse hebben getoond in bijvoorbeeld je podcast of dus in de weggever, dat je ze op een leuke manier, ja, met ze kennis maakt. Of jou, zij met jou kennis maken, maar jij dus ook met hun kennis maakt. Dus dat zou ik altijd wel als bruggetje adviseren als het gaat over van oké, hoe zorg je er nu voor dat je luisteraar klant wordt? Een andere die ook heel leuk is, en dat doe je dus al, dat zijn winacties. Dat is altijd een super leuke manier om ook weer in contact te komen met interessante leads. Heb je daar nog bepaalde tips voor? Kijk, ik werk af en toe bijvoorbeeld met seizoenen. Een Valentijnsactie. Straks in augustus dan gaat de heide weer bloeien. Dan doe ik vaak een heideshoot, weet je wel, lekker op de hei buiten. Heb je daar nog eventueel tips voor? Over hoe je een shoot op de hei moet doen? Nee, vast niet. Nee, sorry, nee, ik heb even je vraag niet goed begrepen. Vertel. Heb je daar nog concrete tips voor? Ik ga nu zeg maar wel eens met seizoensinvloeden ga ik mee. Ja. Valentijnsactie of een fotoshoot op de heide. Mm-hmm. Heb je daar nog bepaalde tips voor dat ik klanten daar eventueel warm kan maken in een podcast? Kijk, bijvoorbeeld wat jij zegt met kerst. Als jij bijvoorbeeld jij zegt ik werk met seizoenen, maar je zou bijvoorbeeld ook met reeksen kunnen werken. Dus dat jij bijvoorbeeld zegt van nou, ik ga nu een reeks rondom kerst of rondom lente of rondom Pasen. Waarin ik een aantal behind the scenes of onderwerpen deel die voor mijn luisteraars interessant zijn. En daar koppel ik dan bijvoorbeeld weer een winactie aan. Maar dat je er wel vijf afleveringen bijvoorbeeld van maakt. En die koppelt dus aan een weggever. Ja, zoiets. Is dat iets waar je naar op zoek bent? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen werken. Zeker. Ja. 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 En want hoe vaak maak je nu afleveringen?
Ik ben gelijk vanaf het begin gestart met seizoen 1. Om de elke 2 weken plaats ik een aflevering, elke dinsdag. En ik ben het begin van het jaar, oh ja, dus ik heb nu om en nabij een stuk of 35 afleveringen. Ik ben er ongeveer een jaar plus bezig. Dus dat gaat best wel consistent. Ja. En ik ben begin van het jaar ben ik begonnen met wat kortere afleveringen. Dus eigenlijk een seizoen 2 wat ik tegelijkertijd laat lopen. En dat heet Mijn Fotoverhaal. En daarin heb ik elke keer een foto die ik ooit gemaakt heb. Dat kan recent zijn, dat kan uit het verleden zijn, dat kan uit mijn eigen oude jeugdalbum zijn. Leuk. En dan vertel ik eigenlijk in een verhaaltje van 10 à 15 minuten, vertel ik dan wat die foto voor mij betekende. Mm. En zo probeer ik eigenlijk ook op die manier ook mensen enthousiast te maken. Van, goh, kijk nou eens even wat foto's kunnen doen voor jou. Hoe waardevol dat is. Ook een beetje met de insteek van, joh, ja, als mensen dat aanspreekt, dat ik dan als fotograaf daar een betekenis in kan brengen. Omdat ik, ja, het is niet zozeer dat ik alleen maar foto's maak van mensen. Mm. Maar ik wil juist dat mensen juist daar een hele mooie ervaring in beleven met die foto's. Mm. En mijn ervaring is ook van, ja, als ik op een gegeven moment mensen fotografeer, ja, je bezorgt ze niet alleen mooie foto's, maar het gaat vaak juist dat je ze een hele leuke, waardevolle ervaring geeft op dat moment, waar ze later dan weer op terug kunnen kijken. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk wat ik in mijn tweede seizoen doe. En daar heb ik nou een kleine 15 à 20 afleveringen. Dus ik ben een jaar plus bezig. En rond de 50, 55 afleveringen heb ik nu zitten. Ja. Heel gaaf. En ik zit ook nog even te denken aan dat verhaal wat je koppelt aan een foto. Dat vind ik echt zo'n tof idee. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je oud-klanten vraagt, waarvoor jij hebt gefotografeerd, dat je vraagt van, hé, je hebt nu deze foto's, wat heb je ermee gedaan? Heb je ze cadeau gedaan? Ja, ik noem even voorbeeld. Ja, mijn ouders werden 40 jaar en we gaven dat cadeau. En daarna bleek dat dat er gezinsuitbreiding op komst was. En nu is de familie verdubbeld of zo. Nou, ik noem maar even een raar voorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk ook prachtige verhalen, waardoor mensen echt geïnspireerd raken van, oh wauw, die foto's die betekenen zoveel voor iemand. Ik wil dat ook. Eigenlijk vraag ik dan naar het verhaal achter de foto van de klanten. Ja. Ja, dat is een goeie. Dat is een hele goede insteek. Ja. Ja, want heb jij nu wel eens oud-klanten in jouw podcast? Nee, ik doe op dit moment geen interviews. Dus op dit moment richt ik me echt op solo-afleveringen. Ja. Zo wilde ik ook beginnen om natuurlijk de skills van podcasten mijn eigen te maken. Dus het idee van interviews zit nog wel in mijn achterhoofd. Dus dat wil ik ooit nog wel gaan doen. Ja. Maar hoe ik dat vormgeef, dat weet ik nu nog niet. Maar nee, dus op dit moment alleen solo-afleveringen. Ja, nou, dus je zou kunnen denken, want we hadden het net eventjes inderdaad misschien iets met seizoen gerelateerd of zo, maar je zou dus ook kunnen denken aan het uitbreiden van je podcast door middel van interviews. Dat zou ook een hele interessante uitbreiding zijn, omdat veel mensen vinden het fijn om naar interviews te luisteren. Sommigen ook weer helemaal niet, hè? Dus sommigen vinden misschien alleen solo aflevering die je maakt interessant. Maar er zijn veel mensen die echt van interviews houden. Waardoor je je luisteraar ook nog eens een andere beleving eigenlijk geeft. En sommigen luisteren dan alleen jouw interviews. Of sommigen luisteren alleen jouw solo aflevering natuurlijk. Maar nu hebben ze zeg maar één smaak die je ze aanbiedt. Ja, en dan bied je ze twee smaken aan. Dus dat zou ook super leuk zijn. En je zou ook nog, als je interviews gaat doen, dan zou je bijvoorbeeld ook nog kunnen kijken van, zou ik met een locatie met wie je bijvoorbeeld veel samenwerkt, een afspraak kunnen maken, dat je daar op locatie gaat opnemen, of dat je hun interviewt, dus dat ze je luisteraars ook geïnspireerd worden door, nou ja, een locatie, of door een catering, of door een trouwwinkel, nou ja, daar op locatie opnemen. Ja, okay, ik denk misschien iets out of the box, maar dat is natuurlijk superleuk voor je socials, omdat dat er ook allemaal heel tof uitziet. Dus qua reclame maken voor je podcast zou dat ook heel erg leuk zijn. Ja, nee, ik snap de synergie die dan daaruit kan voortkomen. Dus die snap ik. Want ja, op dit moment neem ik solo afleveringen op. Die neem ik vaak gewoon onderweg op. Ik rijd heel veel door het land heen. En dan heb ik juist die dode tijd in de auto. Ja. Dan raak ik vol inspiratie. Net wat jij zegt, hè, soms een wandelen. Ik doe dat ook vaak de natuur in met de camera. En ik heb vaak ideeën. Ja, als een soort waterval komt dat als ik in de auto zit. Dan kom ik helemaal tot mezelf. En dan ga ik vaak opnemen. Ja.
Maar inderdaad, in combinatie met op locatie eventueel met anderen of in samenwerking met interviews. Ja, dat is denk ik wel een mooie ja, volgende stap. Ja, volgende zeker. Stap, inderdaad. En wat je zegt, je hebt nu 35 afleveringen of iets meer dan 30. Ja, superleuk om dan weer een volgende stap te zetten. En ja, interviews kunnen daar natuurlijk een hele mooie stap in zijn. Ook als je misschien nu denkt, misschien jij niet door Stan, maar ook mensen die nu kijken of mensen die nu luisteren en denken van ja, maar interview is echt helemaal niks voor mij. Ik zeg altijd, ga het gewoon proberen. En als je dan na 5 keer denkt, het is niks voor mij, nou, helemaal prima, dan is het duidelijk. Maar als je al meteen zegt, ja, interview is niks voor mij, ja, ik zou zeggen, doe het eerst en ervaar het. En ja, het is een super mooie manier om je podcast te laten groeien namelijk. Ja, ja. Nee, wat dat betreft vind ik het mooi. Ik bedoel, ik pak alles aan ideeën en ik gooi het er gewoon in en ik doe dat gewoon. Ja, juist ook om mensen het idee te geven van, joh, ik ben echt letterlijk met nul begonnen als fotograaf. Ja. En ik neem mensen echt gewoon stapje voor stapje mee in mijn reis, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is geen terugblik op successen en dan dat ik terugblik van, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Ja. Maar ik neem echt gewoon waar ik echt letterlijk doorheen ga. In het fotograferen, in het bedrijf, in mijn persoonlijk leven. Ja, in al die stapjes, daar neem ik mensen in mee. Dus ja, daarmee hoop ik ook gewoon een beetje persoonlijk te laten zien van wie ik ben. Dus met andere woorden, ja, als mensen dus op zoek zijn naar een fotograaf, dat ze ook weten van ja, de ervaring en de beleving die ik ze daarin kan geven. Ja. Ja, supermooi, supermooi. Echt heel tof wat je doet, Stan. Dus nou ja, dankjewel voor je vraag. Kun jij hiermee verder? Ja, zeker. Ja, dit zijn echt wel waardevolle tips. Ik heb ze allemaal. Ik ben de hele ochtend al aan meeschrijven. Dus ik ga gewoon door in die flow, heb ik alles opgeschreven. Dus ja, echt dankjewel voor de uitnodiging en voor deze hele waardevolle tips. Graag gedaan.